Gaat het lukken om de droom bij de koningin te krijgen? Ze zijn sinds aangekomen bij het paleis. Ik ben benieuwd. Grote greppels! fluisterde de grote vriendelijke reus. Is dit het echt? Daar is het paleis! fluisterde Sophie terug. Op nog geen honderd meter afstand, door de hoge bomen in de tuin, langs de gemaaide gazons en keurige bloembedden, rees de massieve vorm van het paleis zelf op in de duisternis. Was gemaakt van witte steen. Alleen de grote al deed de GVR versteld staan. Maar dit gebouw heeft minstens honderd slaapkamers, zei hij. Makkelijk zou ik denken, fluisterde Sophie. Ik sta het paf, zei de GVR. Hoe kan ik nou ooit de slaapkamer van de koningin vinden? Laten we het van een beetje dichterbij kijken, fluisterde Sophie. De GVR sloop vooruit tussen de bomen door. Plotseling bleef hij stokstijf staan. Het groot oor waar Sophie op zat begon rond te wintelen. Helaas, fluisterde Sophie, straks gooi je hem er nog af. Scht, fluisterde de Geweer. Ik hoort iets. Hij bleef achter een paar struiken staan. Hij wachtte. Het oor zwaaide nog steeds van de ene naar de andere kant, en Sophie moest zich stevig aan de rand vastklemmen om er niet uit te vallen. De GVR die wees door een opening in de struiken, en daar nog geen vijftig meter verderop zag hij een man zachtjes over het gras lopen. Hij had een waakhond aan de lijn. De GVR stond stil als een standbeeld, en Sophie ook. De man en de hond liepen door en verdwenen in het donker. En jij zei dat er geen soldaat in de achtertuin was, fluisterde de GVR. Was ook geen soldaat, fluisterde Sophie, dat was een soort bewaker. Zou hij heel voorzichtig moeten zijn. Daar maakte ik mij niet zoveel zorgen over, zei de geveer. Deze kankers van oren van mij vangt zelfs het geluid op van iemand die haalt aan de andere kant van de tuin. Hoe lang duurt het nog voor het licht wordt, fluisterde Sophie. Nog maar heel even, zei de geveer. Moet snel werken. Hij sloop de uitgestrekte tuin door en Sophie merkte opnieuw hoe hij overal waar hij liep met de schaduwen leek te versmelten. Zijn voeten maakten geen enkel geluid, zelfs niet wanneer hij op grind liep. Ineens waren ze vlak bij de achterkant van het paleis. Het hoofd van de GVR kwam tot de bovenramen van de eerste verdieping en Sophie, die op zijn oor zat, kon alles op dezelfde hoogte zien. De gordijnen leken achter alle ramen van die verdieping gesloten te zijn. Nergens was licht te zien. In de verte konden ze de gedempte geluiden horen van het verkeer op Hyde Park Corner. De GVR bleef staan en hield zijn andere oor, dat waar Sophie niet op zat, dicht bij het eerste raam. Nee, fluisterde hij. Waar luister je naar? fluisterde Sophie terug. Naar ademen, fluisterde de GVR. Ik kan dan de ademstem horen of het een mannenminstbaksel is of een dame. Deze hier is een man. En snorkelt nog een beetje ook. Hij sloop verder met zijn lange magere lijf in een zwarte mantel zo dicht mogelijk tegen de kant van het gebouw gedrukt. Hij kwam bij het volgende raam. Hij luisterde. Nee, fluisterde hij. Hij liep door. Deze kamer is leeg, fluisterde hij. Hij legde zijn oor bij, nog een paar ramen te luisteren, maar steeds weer schudde hij zijn hoofd en liep door. Toen hij bij het raam precies in het midden van het paleis kwam, luisterde hij, maar hij liep niet door. Hallo, fluisterde hij. Hier heeft wij een slapende dame. De GVR legde zijn vinger tegen zijn lippen. Shhh. Hij stak zijn hand door het open raam en schoof de gordijnen een klein eindje open. De gloed van de Londense nachthemel gleed de kamer in en wierp een vage glans op de muren. Het was een hele grote kamer. Prachtige kamer: een wilderig tapijt, vergulde stoeltjes, een toilettafel, een bed. En op het hoofdkussen van het bed lag het hoofd van een slapende vrouw. Plotseling merkte Sophie dat ze naar het gezicht keek, dat ze haar heel leven lang op postzegels en munten en in de krant zag staan. Een paar seconden was ze sprakeloos. Is het? fluisterde de GVR. Ja, fluisterde Sophie terug. De GVR verspilde geen tijd. Eerst schoof hij heel voorzichtig de benedenhelft van het groot raam open. De GVR was een expert op het gebied van ramen. Hij had er jarenlang duizenden geopend om dromen in de slaapkamers van kinderen te blazen. Sommige ramen zaten vast, sommige waren gammel, andere kraakten. Hij was blij dat het raam van de koningin zacht als zijde omhoog gleed. Hij duwde het raam zo ver mogelijk de hoogte in, zodat Sophie op de vensterbank kon zitten. Daarna deed hij de hier, van de gordijnen dicht. Toen pakte hij tussen duim en wijsvinger uit zijn oor en zette haar zij, zo op de vensterbank dat haar benen binnen de kamer maar achter de gordijnen bengelden. Ja, niet achterover, kukkelekeulen, fluisterde de GVR. Je moet je stevig met allebei je handen aan de binnenrand van het raam blijven vasthouden. Sophie deed wat haar gezegd werd. Het was zomer in Londen, het was geen koude nacht. Maar je moet niet vergeten dat Sophie alleen maar een nachtjapon aan had. Ze had heel wat overgehaald voor een kamerjas. Niet alleen voor de warmte, maar ook om de witte kleur van haar nachtjapon te verbergen voor oplettende ogen in de tuin beneden. De gvr haalde nu een glazen pot uit de zak van zijn mantel. En hij schroefde de dop eraf. Nu goot hij heel voorzichtig de kostbare droom in het wijde uiteinde van zijn trompet. Hij haalde heel diep adem. Hij bolde zijn wangen en. Pff, hij blies. Nu trok hij de trompet terug, net zo behoedzaam alsof het een thermometer was. Zit jij daar wel goed? fluisterde hij. Jawel, mompelde Sophie. Ze was doodsbenauwd, maar vastbesloten om dat niet te laten merken. Ze keek over haar schouder naar beneden. De grond leek kilometers ver weg. Het was een diepe afgrond. Hoe lang duurt het voor de droom zijn werk doet? fluisterde Sophie. Sommigen doet er wel een uur over, fluisterde de GVR. Sommigen een beetje vlugger, anderen langzamer. Maar uiteindelijk vindt hij haar wel zeker. Sophie zei niks. Ik ga verderop in de tuin wachten, fluisterde de GVR. Als je mij nodig hebt, roept mijn naam, dan kom ik meteen. Kan je me wel horen? fluisterde Sophie. Jij vergeet deze hier, fluisterde de GVR glimlachend, en hij wees op zijn grote oren. Dag, fluisterde Sophie. En plotseling heel onverwacht, boog de GVR zich naar voren en kuste heel zachtjes op haar wang. Sophie had zin om in tranen uit te barsten, en toen ze zich omdraaide om naar hem te kijken, was hij al verdwenen. Hij was gewoonweg versmolten met de donkere tuin. Eindelijk brak de dag aan en steeg de rand van een citroengele zon boven de daken uit ergens achter Victoria Station. Even later voelde Sophie een beetje van zijn warmte op haar rug, en ze was er wel dankbaar voor. In de verte hoorde ze de kerktoren slaan. Ze telde de slagen. Het waren er zeven, dus het was zeven uur. Ze kon bijna niet geloven dat zij, Sophie, een weeskind van weinig of geen belang in de wereld, op dat moment echt daar hoog boven de grond op de vensterbank van de slaapkamer van de koningin van Engeland zat. Terwijl de koningin zelf daarbinnen achter het gordijn op nog geen vijf meter afstand lag te slapen. Het idee alleen al was absurd. Niemand had ooit zoiets gedaan. Het was wel iets heel griezeligs om te doen. Wat zou er gebeuren als de droom niet werkte? Niemand, en zeker de koningin niet, zou één woord geloven van haar verhaal. Het zou best wel kunnen dat het nooit eerder was gebeurd dat iemand bij het ontwaken een klein kind achter de gordijnen op zijn of haar vensterbank had aangetroffen. De koningin zou vast een zekere schok krijgen. Ja, wie niet? Met al het geduld van een klein meisje dat op iets heel belangrijks zat te wachten, zat Sophie roerloos op de vensterbank. Hoe lang nog? Vroeg ze zich af. Hoe laat wordt de koningin eigenlijk wakker? Heel in de verte hoorden ze zachte geluiden diep uit de buik van het paleis komen. En toen klonk ineens van achter de gordijnen de stem van een vrouw die in de kamer lag te slapen. Het was een nogal mompelende slaappraatstem. Oh nee, nee, oh nee, niet doen. Laat iemand ze tegenhouden. dat mogen ze niet doen. ik kan het niet verdragen. Oh nee, hoe oh, houden ze tegen? Wat verschrikkelijk. afschuwelijk, verschrikkelijk. op, nee, nee, nee. Ze heeft de droom, zei Sophie tegen zichzelf. Ah, het moet echt een verschrikkelijke droom zijn. Het spijt me voor haar. Ja, maar het moet, moet gebeuren. Daarna klonk nog wat gekreun en toen bleef het een hele lange tijd stil. Sophie wachtte. Ze keek over haar schouder en ze was doodsbang dat ze de man met de hond daar beneden in de tuin naar haar zou zien staren. Maar de tuin was verlaten. Een bleke zomermist hing er als rook overheen. Het was een enorme tuin, wel heel mooi, met een vreemd gevormd groot meer aan het eind. En in het meer lag een eilandje, en daar zwommen eenden in het water. In de kamer achter de gordijnen hoorde Sophie plotseling iets, wat kennelijk een klop op de deur was. Ze hoorde dat de deurknop werd omgedraaid en ze hoorde iemand de kamer binnenkomen. "Goedemorgen, Majesteit", zei een vrouw. Het was de stem van iemand die al wat ouder was. Het was even stil en toen klonk er een zacht gerinkel van aardewerk en zilver. Wilt u ontbijt op bed, mevrouw, of op de tafel? O, oh Mary, is daar net zoiets ontzettends gebeurd? Dit was de stem die Sophie heel dik was op de radio en televisie had gehoord, speciaal met kerstmis. Het was een overbekende stem. Wat is er dan gebeurd, mevrouw? Och, ik heb net een afschuwelijke droom gehad. Pas was een nachtmerrie. Oh, het was verschrikkelijk. Oh, het spijt me, mevrouw. Maar trekt u dus zich er maar niks van aan. U bent wakker en alles is voorbij. Het was maar een droom. Zou ze het geloven dat het een droom was? Of gaat ze kijken op de vensterbank? Voor de volgende keer.